Het Caribbean Tree Planting Project, dat liep van maart 2020 tot juli 2021, is succesvol afgesloten. Suriname maakt ook deel uit van dit project met als doel de duurzame ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren. Reni Tous, teamleider van de Caribbean Tree Planting Project in Suriname, geeft aan dat het project een doelstelling had om 1 miljoen bomen te planten. De 22 landen die hebben meegedaan aan het project hebben in totaal 1,5 miljoen bomen kunnen planten, zegt Tous. Daarbij heeft professor Sionat Naipaal, de mangrove-expert, een grote bijdrage geleverd door de afgelopen week meer dan 500 mangrovebomen te planten. Ik heb toegesteld na hem geluisterd te hebben, want ik had de opening en de closing van Suriname, dat mangrove de future protecting tree is. Want als ik goed naar hem heb geluisterd en heb begrepen wat mangrove kan doen aan bescherming van mens en maatschappij in Suriname, Caribisch gebied en de wereld, heb ik toen ook in de afsluiting gezet dat het van cruciaal belang is dat er een regionaal mangrovenvorm wordt neergezet. En dat men gaat zoeken naar internationale donoren, omdat de mondiale burger hierbij beschermd is. Tous zegt verder dat de doelgroep verder wilt gaan door ook andere boomsoorten te planten die bijna niet meer in Suriname te zien of te vinden zijn. Als we met mangrove beginnen, kunnen wij ook gelijk aan de voedselvoorziening werken. Dit is eveneens in het kader van het project om meer bomen te planten in het Caribisch gebied, meent Tous. Maar wij zien dit maar als een deel. Wij willen ook bomen planten naar binnen toe, inwaarts in het land, uit gemeentegebieden. Kustbomen, maar fruitbomen ook. Wij denken ook aan het planten van fruitbomen die we niet meer zien. De zusterdruif bijvoorbeeld zie je nauwelijks meer. Die lange perengoejave, die roze, die witte, zie je ook nauwelijks meer. Dus die dingen willen we allemaal weer om boord halen. Pomeroos zie je ook nauwelijks meer. Dus we zeggen van, hé, het gaat ook fout. Maar tegelijkertijd werken wij ook mee aan Sustainable Development Goals, armoedebestrijding, food security. Dus dat is ons focus. Het planten van bomen, klimaatverandering te tackelen, biodiversiteit te upgraden, want dat is nu onder zware druk. Tot zover Reinier Tous, teamleader van de Caribbean Tree Planting Project in Suriname. Het project is met succes afgerond door in 22 landen meer dan 1,5 miljoen bomen te planten.